Hi tweelingen, welkom bij je legging voor maart 2021. Ik hoop voor je nu de lockdowns er allemaal een beetje af zijn, weet je wel, dat het allemaal wat beter gaat en wat vlotter gaat en dat je het gewoon naar je zin hebt. Dat hoop ik. Ik begin met een orakelkaart en ik heb fluoriet. Vind rust binnenin. Find peace within. Vind rust in jezelf. Ik ben benieuwd wat voor advies dat gaat worden. Maar dat zien we aan de rest van je legging. Ik doe weer een Keltisch kruis voor deze maand. En daar ga ik eens kijken wat er uitkomt. Vind rust in jezelf. Ja, misschien. Ik bedoel, we zitten al 2 jaar in de pandemie. En er zijn regeltjes en er is dit en er is dat. En misschien ben je gewoon op een gegeven moment klaar met telkens maar volgen en doen. En wat er gezegd wordt. En er wordt aan deze kant aan je getrokken en aan die kant aan je getrokken. En misschien heb je gewoon even rust nodig. In het hart van je legging, 9 van zwaarden. Vind rust in jezelf. Oké, goed. Als uitdaging, 10 van zwaarden. Dit is een kaart die ik altijd omschrijf als groeipijn. Het is niet leuk als je hem krijgt. Maar het geeft je wel de kans om beter te worden dan je ooit bent geweest. Dit is groei. En dan in je hoofd en in je hart. Allebei. In je focus. Koningin van zwaarden. Helderheid. Helderheid. Gewoon echt weten. En in je verleden de page van staven. Nieuwe ervaringen opdoen. Nieuwe dingen leren. Een nieuwe stap zetten. Wat je gedaan hebt. Je hebt in je kracht de ridder van pentagrammen. De ridder van pentagrammen, dat is een kaart van... Je kent allemaal die mop van, weet je wel, van een slak en een panter. Die doen samen een hardloopwedstrijd. Wie gaat er winnen? En ja, er is natuurlijk altijd die panter die wint. Alleen heb je ook natuurlijk de uitspraken. Haastige spoed is zelden goed. En slow and steady wins the race. In dat geval, je neemt je tijd. En je doet het rustig aan. En dan heb ik in de nabije toekomst de 5 van zwaarden. En 5 van zwaarden. Er wordt altijd gezegd, het is winnen of verliezen. Alleen hetgene wat het is je hoeft alleen maar los te laten om er geen last meer van te hebben. Ik ga dadelijk kijken waar deze kaart over gaat. Ik ben benieuwd. Want je hebt ook de 6 van zwaarden. Je gaat van de 5 naar de 6. Mooi. Goed zo. Want dit betekent dat je achterlaat wat je niet meer dient. En daar hou ik wel van. Je hebt in de energie uit je omgeving, de ridder van bekers. Liefde. Wordt je aangeboden. Liefde, gevoel. Vanuit je omgeving wat jouw kant op komt. En dan heb je in je hoop en je angst de toren. En de toren is een kaart van abrupte verandering. Dat is een kaart van, oh holy fuck, wat nu? Oh, sorry. Ik weet niet of ik dat mag zeggen op YouTube, het spijt me. Maar here we go. Dit is het. Nu gaat het gebeuren. Einde van de wereld. Alleen, dat hoeft niet per se. Kijk, dat kan je angst zijn. Einde van de wereld. Je hoop kan zijn. Ach, eindelijk. Deze zooi ligt achter me. En nu kan ik beginnen aan een nieuwe toren die ik kan opbouwen. En ik denk dat je dat ook doet. En op basis van je gevoel. Want de hoogpriesteres is iemand die haar gevoel volgt, die haar intuïtie volgt, die zich niet laat tegenhouden door het verstand wat altijd als een duveltje op je schouder zit. Doe nou maar niet. Weet je wel, zo eentje. Maar het is ook een kaart van helderheid en dingen weten. Dingen die tot op dat moment verborgen zijn geweest. Misschien heeft dat hier wel mee te maken. Dingen die verborgen zijn geweest komen nu aan het licht. Ik ga beginnen met de 9 van zwaarden. 9 van zwaarden is een kaart van ongegronde
angsten. Angsten die nergens voor nodig zijn. En je hebt hierbij de koningin van pentagrammen, de aas van pentagrammen en de 10 van bekers. Stier had net ook deze combinatie of zo. Die had ook iets van de aas van pentagrammen met de 10 van bekers. En ik schud de kaarten toch echt een stuk of 4 keer. Maar ik zie dat je de koningin van bekers hebt. Je hebt de aas van pentagrammen en je hebt de 10 van bekers. Ik denk dat je op zoek bent naar een nieuw begin en naar geluk. Of dat je op zoek bent naar dat nieuwe begin. Of dat je eraan gaat beginnen. Of dat het je aangeboden wordt. En dat je hoopt dat het je gelukkig maakt. Alleen dat je ook wel wilt blijven bij hetgene wat je kent. En hetgene wat je hebt. En hetgene wat jou zekerheid geeft. Alleen wanneer je dus hetgene wat je zekerheid geeft. Als je dat achter je moet laten. Dan ga je inderdaad nadenken. Maar ga niet te veel nadenken. Want kijk, ik weet niet of je bekend bent met de Law of Attraction. Maar hetgene waar je aan denkt, dat wordt je werkelijkheid. Stel dat je een examen moet doen. En je gaat met zenuwen dat examen in. En oh jee, en ik ga allemaal fouten maken. En dit en dat. Wat haal je voor je examen? Een magere 6. Hoog uit. Met een beetje pech en onvoldoende. Maar wanneer je dat examen ingaat en denkt, oké, ik heb geleerd. Ik ken de stof. Ik weet wat ik daar en daar en daarop moet antwoorden. Ik weet hoe ik het toe moet passen in de praktijk. Laat maar komen. Dan ga je inderdaad met een 10 weg. Want dan kan niemand je iets maken. En angst is altijd een slechte raadgever. Laat je keuzes niet bepalen door angst. Maar ga gewoon voor dat nieuwe begin. Weet wat je hebt. Weet wat je kunt. Weet wat je in te brengen hebt. Weet op welk aanbod je in moet gaan. En ga gewoon voor je eigen geluk. Doe het gewoon. Dat is het advies. Daarom heb je ook, want je zou de 10 van zwaarden eigenlijk op z'n kop moeten zien. En de 10 van zwaarden is net wat ik zeg, het is een kaart van groeipijn. Het is een kaart van bereid zijn om het oude pijnlijke los te laten. En het gewoon los te laten, achter je te laten. Om een nieuw begin te kiezen. En je krijgt een nieuw begin. Maar je moet wel weer het oude loslaten. Kijk, hij kan zich blind staren op die 3 gevallen bekers. Dat kan hij doen. En dan blijft hij daar de rest van zijn leven staan. Ontevreden, spijt. Hè, waarom heb ik ze nou laten omvallen? Hè, fouten gemaakt, dit of dat. Ja, inderdaad. Nou, ik kan je vertellen, iedereen maakt fouten. Maak je geen zorgen. Maar, er is altijd iets nieuws. Je hebt hier de page van pentagrammen. En de pages, zoals ik altijd zeg, dat zijn de stagiaires van het leven. Die mogen fouten maken. Want je kunt alleen maar leren door fouten te maken. Als je altijd een 10 haalt op school. En je leert nooit de fout. Of je maakt nooit de fout. Ja, waarvoor ga je dan naar school? Dan zit je daar gewoon altijd te vervelen. Ik bedoel, het is niet voor niks dat ze speciale pluizermappen maken voor hoogintelligente kinderen. Dat doen ze omdat die kinderen zich anders kapot vervelen wanneer ze op school zitten. En dan worden ze vervelend, dan gaan ze tegenstribbelen, dan gaan ze, ik heb er allemaal geen zin in en waarvoor doe ik dit nou eigenlijk? Ze geven die kinderen bewust uitdagingen, zodat ze ook fouten kunnen maken, zodat ze ook kunnen leren, zodat ze ook een uitdaging hebben. En dat doet het leven ook. En het leven doet dat door jou een nieuwe les te geven, door je te laten zien van, dit moet je niet meer doen. En door te zeggen van, waag nog eens een kans. En door jou eenheid te geven met iets in je omgeving, iemand in je omgeving. Of misschien met je eigen ik, met je eigen intuïtie. En je daarmee te verbinden. En vertrouw daarop. Het universum geeft je alleen maar wat je aan kunt. Het geeft je uitdagingen omdat het weet dat je er behoefte aan hebt. Het is niet voor niks dat alle miljonairs op een bepaald punt in de leven gek worden. En dat ze aan de kook gaan of dat ze, weet ik het wat, een of andere bizarre wereldreis gaan maken. Of, sorry dat ik het even zeg, maar dat ze met een paar mensen de atmosfeer uit worden geschoten. Dat ik echt denk, waar ben je mee bezig, joh?
Ik bedoel, we moeten aan het milieu denken en ze gaan daar een beetje een rakettenlucht in schieten. Maar begrijp je wat ik bedoel? Je hebt die uitdaging nodig, want als je die uitdaging niet hebt, dan ga je je vervelen en dan heb je nergens zin meer in. Alright. In je focus, de koningin van zware. Ja, je gaat toch voor dat gevoel en het nieuwe avontuur. Je hebt de keizer. De keizer weet wat hij wil. De keizer die zit op zijn troon. Die heeft een heel keizerrijk wat hij moet regeren. Hij weet wat hij wil. Hier ook, je weet wat je wil. Je hebt helderheid. Of je vindt die helderheid gedurende deze maand. En je bent van plan om het oude achter je te laten en het nieuwe aan te gaan. Je bent op zoek naar die uitdaging. Want de dwaas is een kaart van uitdaging. De keizer is een kaart van uitdaging. Want die keizer blijft niet voor eeuwig hier in die stoel zitten. Stilstand beperkt jou jezelf te ontwikkelen. En dat is wat deze twee personen geen van beiden willen. En dan heb je nog gerechtigheid. En die gerechtigheid die zorgt ervoor dat er een balans is. Tussen het een en het ander. Tussen hetgene wat een uitdaging voor je is en hetgene waar je gelukkig van wordt. En als dat in je focus zit, dat je die helderheid hebt en je bent een tweeling. Ik bedoel, je bent van het element lucht. Ja, jij bent van de helderheid als jij eenmaal je keuze hebt gemaakt. Een grote jongen die je eraf krijgt. Ook al kun je heel lang twijfelen, maar dat is niet altijd slecht. Maar dan weet je wel wat je wil. Als je gewoon, oh, doe maar dit, doe maar dit, doe maar dit. Die Rivella reclame, weet je wel? Oh, doe maar dit, doe maar dat. Of ik weet niet eens hoe het heet, dat spul. Maar doe maar een ditje, doe maar een datje. Dat zul jij nooit doen. Jij zult eerst even de menukaart doorlezen. En dan kijken, oké, okay, waar ga ik voor? Ga ik voor een colaatje? Ga ik voor een whisky? Ga ik voor een biertje? Ga ik voor een kopje muntthee? Jij kiest bewust. Altijd. En ik denk dat dat ook je grote kracht is. Dan heb je de ridder van pentagrammen verklaard door. De ridder van pentagrammen, de vier van zwaarden en de magier. Alright. Wanneer jij bepaalt en wanneer jij helderheid hebt en wanneer je het weet, dan doe je het en dan zal het je lukken. Je hebt jouw leven in jouw hand. Die magier heeft een pentagram, een beker, een zwaard en een staf. Hij heeft alle elementen om zijn leven in te delen en te creëren en te maken zoals hij het wil. En dat doe je wanneer je je keuze hebt gemaakt en je bent niet bang om daar hard voor te werken. Want de ridder van pentagrammen is een ridder die hard werkt. Hij gaat langzaam, maar hij werkt keihard. En hij doet het. En dat doe je op het moment dat jij je rust hebt gevonden. Wanneer je je rust hebt gevonden. Dat doe je wanneer je je rust hebt gevonden en wanneer je weet wat je wil en je hebt die helderheid. Dan kom jij in actie. Dat ligt er in je kracht. Wanneer jij je rust en helderheid hebt, dan doe je het. De vijf van zwaarden in de nabije toekomst. Twee van zwaarden, het maken van een keuze. De ridder van bekers en de vier van staven. Alright. Kijk, dit kan een kaart zijn van onrust. Maar het kan ook een kaart zijn van sabotage. Het kan zijn dat jij of iemand anders of iets gedachten in je hoofd plant. Een soort van, kun je toch niet, mag je niet, wil je niet. Hè? En dit kan een kaart zijn van sabotage. Het kan ook een kaart zijn van winnen of verliezen. Van of het is dag, of het is nacht, of het is wel, of het is niet. Of het is goed, of het is slecht. En die gedachten kunnen je hele hoofd volstoppen. Hetgene wat je moet doen is helderheid vinden en een keuze maken. En jij weet zelf wat het beste voor je is. Je doet dit op basis van je gevoel. Waar je hier actie onderneemt met die ridder van pentagrammen
Op basis van wat is praktisch, doe je dat hier op je gevoel. Wanneer jij rust hebt in je hoofd en je weet helder wat je wilt, dan onderneem jij actie. En die actie leidt tot stabiliteit en overwinning, iets te vieren hebben. Kijk, je ziet dat zij het vieren. Girlandes werden vroeger opgehangen in de tijd dat het tarot gemaakt werd en getekend werd, weet je wel, van het originele Rider-Waite. Werden girlandes eigenlijk alleen maar opgehangen met kerst of bruiloften of weet je wel, dat soort feestdagen. Ze hebben iets te vieren, ze hebben stabiliteit, ze hebben alles wat ze willen. En wanneer jij die helderheid hebt, dan kun jij die vijf van zwaarden achter je laten. Dan weet je het. En soms is dit een kwestie van gewoon loslaten, laten gaan. Echt laten gaan. Gewoon, laat maar. Misschien heb je daarom ook wel vanuit jezelf de zes van zwaarden. Want de zes van zwaarden is een kaart van het oude achter je laten. Hetgene wat jou niet meer dient, laat maar zitten. Dat laat ik achterwege. Daar ga ik geen tijd meer aan besteden. Want ik besteed nu tijd aan dingen die er toe doen voor mij. En bij de zes van zwaarden heb ik de zon, de wereld en de koningin van staven. Ja, de wereld, kaart van afsluiten. Je sluit de cirkel af, je gaat naar de nieuwe cirkel toe. Je sluit het ene hoofdstuk en je gaat beginnen aan het nieuwe hoofdstuk. De zon is een kaart van helderheid, van weten wat je wil, van je rust vinden, van dingen opnieuw aangaan en opnieuw ontdekken. En de koningin van staven is iemand die gewoon heel veel lef heeft en kiest voor wat zij wil. En doet wat zij wil en doet wat er in haar opkomt. Zij zal eerder haar inspiratie volgen en iets creatiefs doen dan iets met haar hoofd. Dan dat ze er heel veel gedachten aan gaat besteden. En ik denk dat je dat heel veel in je hoofd zitten, dat je dat achter je laat. Je laat het echt achter. Je gaat niet meer in je hoofd zitten over dingen. Je laat het los en je laat het achter je. Met die wereld en die zon en die koningin van staven. Zij is eigenlijk nooit bang. Maar echt nooit bang. Ze doet het gewoon. Dit kind is nooit bang. Als je kijkt naar kinderen, hè, kijk eens naar het gedrag van kinderen. Die doen altijd de raarste dingen. Maar echt de raarste dingen. Wij denken, oh, pas op. Kinderen doen het gewoon. Maar ja, zo leren ze ook fietsen. Zo leren ze zwemmen. Zo leren ze alles. Dus je kunt alleen maar leren door het te doen. Vanuit je omgeving, Ridder van Bekers. Zes van bekers, drie van zwaarden en het rad van fortuin. Alright. Ik denk dat er iets of iemand naar je toe komt. Misschien uit het verleden. Misschien iemand met wie je een bepaalde soul connection hebt. Weet je wel, een zielsverwant van je. Alleen ik zie ook heartbreak. En ik zie dat iets pijn doet. Nou kan het zijn, want de rollen kunnen altijd omgedraaid zijn. Of het kan zijn dat jij een gebroken hart hebt. Of het kan zijn dat zij een gebroken hart hebben. Kijk, want wanneer jij bereid bent om los te laten, dan kan het zijn dat een ander het niet fijn vindt. Het kan ook zijn, door het rad van fortuin, dat er verandering komt. En dat je door die verandering dingen of mensen of personen los moet laten. En dat het moeilijk is. Dat je dat zwaar vindt. Maar ik zie ook wel, door de Ridder van Bekers, dat je iets nieuws aangeboden wordt. Een nieuwe kans, nieuwe communicatie, nieuwe actie, een nieuw gevoel. En het universum staat altijd achter je. Het rad van fortuin draait in jouw voordeel. En net wat ik zeg, die 10 van zwaarden, je hebt hier de 10 van zwaarden, dat is groeipijn. En dat is niet voor niks. Omdat je alleen daardoor een beter mens kunt worden dan je al bent. En beter kunt gaan presteren. Want wanneer je weet wat je niet moet doen en je weet wat je niet wilt, dan weet je pas wat je wel wilt. En je hoop en angst van de toren.
Je had daarnet de ridder van pentagrammen die verklaard werd door de ridder van pentagrammen. Je hebt nu de toren die verklaard wordt door de toren. En wat ik hieruit haal is dat je bang bent dat die veranderingen of het oude achter je laten, dat je bang bent dat het je naar een dat het je van de regen in de drup brengt. En dat je alleen maar dingen kwijt zult raken. Maar ik kan je vertellen, je krijgt er ook dingen bij. Wat ik zeg, kijk, alle gebeurtenissen in ons leven zorgen ervoor dat wij groeien. Dat wij ergens beter in worden. Dat wij ervaring opdoen en kennis opdoen. Dat we weten wat we kunnen. En dat geeft die acht van pentagrammen aan. En dat is je hoop. Je wordt er alleen maar beter door. Je wordt er alleen maar beter van. Want als die oude toren afbrandt, kun je een nieuwe bouwen. En die nieuwe is misschien nog wel veel groter en veel mooier dan de oude. Als je kijkt naar de technieken die ze vroeger hadden om een toren te bouwen. Of je kijkt naar de technieken die ze tegenwoordig hebben om een toren te bouwen. Als je vroeger een toren had van 3 verdiepingen, dan was het hoog. Als je nu een toren hebt, ja, 100 verdiepingen is niks. Kijk, dus dat moet je wel in de gaten houden. Het zal je niet alleen maar iets negatiefs brengen. Het zal je ook iets positiefs brengen. Dus hou dat altijd in de gaten. Elke verandering is er om jou te dienen. Want als het oude niet meer functioneert, dan is er het nieuwe. Voor de hoogpriesteres, dat is het volgen van je intuïtie en het volgen van je eigen gevoel, heb je de duivel, de geliefde en de dood. En ik weet wat je denkt. De duivel en de dood. Nee, wil ik niet. En je zet hem waarschijnlijk nu meteen af. Maar geloof me, er is een reden voor. De duivel geeft alleen maar aan dat jij zelf de keuze hebt om die ketting. Kijk, die personen hier, die hebben een ketting om hun nek. Alleen er zit geen slot aan. Zij hebben de keuze om die ketting af te doen. Ze doen het zelf. Die duivel doet niks met ze. Hij houdt ze niet vast. Ze zitten niet opgesloten in een kerker. Ze staan hier gewoon. En zij hebben de keuze om hem af te doen. Dat wil zeggen, je hebt bewust de keuze om het oude achter je te laten. Dat is jouw keuze. En ik denk wanneer je dat doet, dat je ontzettend veel rust en vrijheid zult vinden. Als je gewoon dat gevoel volgt van die hoogpriesteres, dan vind je je vrijheid. Jouw vrijheid zit ook hierin, in die geliefde. Daar zit vrijheid in, daar zit harmonie in, daar zitten duidelijke keuzes in. Er zit rust in en balans en eenheid. En je hebt de dood. En de dood geeft aan dat de feniks op het einde van zijn leven is. En de feniks gaat in vlammen op en die rijst weer op uit zijn eigen as. Maar die feniks kan alleen oprijzen uit zijn eigen as wanneer die bereid is om de transformatie te doorstaan. En dat is eigenlijk, ik heb het al een aantal keer gezegd. Je kunt alleen maar je leven verbeteren, je kwaliteit van leven verbeteren, meer kennis opdoen en slimmer worden en beter worden en alles, wanneer je bereid bent om het te ondergaan. Dat is het, tweelingen. Dat is het gewoon. Dus volg je intuïtie en doe het gewoon. Ga ervoor. Wees niet bang om in vlammen op te gaan en te herrijzen uit je eigen as. Wees niet bang om die toren te laten afbranden en een nieuwe toren te bouwen. En dat kun je wanneer je helderheid hebt, wanneer je rust in jezelf hebt. Dan weet je het, dan weet je alles. Als advies, ja, weer die helderheid en die rust. Weer. Oké.
Je hebt de vijf van staven. Dit is voorbereiding. Voorbereiding op hetgene wat er gaat komen. Zij zijn aan het voorbereiden. Hoe kunnen zij het beste over die staven klimmen om hier dit vuur te bereiken? Ze zijn aan het voorbereiden en aan het oefenen. Dan heb je de Hierofant. Weer een vijf. De Hierofant is een weg van leren. Hij zal al deze stappen van die trap, al die treden moeten bewandelen om hierboven bij dit heldere punt te komen. Maar hij is wel bereid om het te doen. Want dat is de manier waarop hij leert. En dan heb je nog de koning van zwaarden. En de koning van zwaarden is een koning voor wie alles helder is. Hij is niet voor niks de koning van zwaarden geworden. Hij heeft veldslagen gewonnen. En elke keer heeft hij die veldslag gewonnen. Door middel van helderheid, rust, weten wat hij kan, weten wat hij wil, op zijn doel afgaan. Dat. En ik denk dat de maand, of de maand maart voor jou, dat centraal staat. Het overwinnen van hetgene wat je tegenhoudt. Dat staat in maart centraal voor jou. Het overwinnen van hetgeen wat je tegenhoudt. Ik sluit af met een Elki orakelkaart. Voor de heren onder ons, ik weet dat dat alleen maar vrouwen zijn. Maar deze eigenschappen die slaan ook op jullie. Maak je geen zorgen. We hebben Estefania. She who surrenders. Zij die overgeeft. Chains bondage release. Dit is die duivel die we net hadden. Geef je over. Laat jezelf niet in die kettingen zitten. Je hebt de macht om de kettingen. Je had de macht om de kettingen om te doen. Je hebt nu de macht om ze af te doen. En laat het los. Geef je over aan hetgene wat beter voor je is. Wat goed voor je is. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Als je nog vragen hebt, zet het vooral in de reacties. En wie vraagt, krijgt antwoord. Voor nu wens ik je een hele fijne maand maart toe. En wat ik al zeg, laat je niet tegenhouden. Vind die rust en die helderheid in jezelf. En laat je niet tegenhouden. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!